Een directeur die op non-actief gezet wordt omdat hij gehandeld zou hebben met voorkennis. Een voorzitter van de Raad van Commissarissen die vergat zijn aandelenbelang te melden. Ajax en de effectenbeurs is geen gelukkige combinatie. Wat kost het nou om Ajax van de beurs af te halen? En wat levert dat op? Dit is zet zoekt uit. Laten we eerst eens even kijken hoeveel aandelen er zijn. Nou, er staan 18.330.000 aandelen Ajax uit. Die moet je kopen. Grote voordeel is 73% daarvan is in handen van de vereniging Ajax. De rest, 27%, wordt verhandeld op de beurs. Tegen een koers van op dit moment ongeveer 10,50 euro. Dat maakt de totale waarde van de vrij verhandelbare aandelen 52 miljoen euro. Nou, waar haal je die dan vandaan? Om te beginnen ga je afdingen. Daar waren ze de afgelopen jaren niet zo goed in bij Ajax. Ajax betaalde namelijk graag de hoofdprijs. Maar nu moet het. En het kan ook, want normaal betaal je een premie op een koers als je een bedrijf van de beurs wil halen. Maar hier zijn de meeste aandelen toch in handen van fans. En die zitten er toch niet echt in voor het rendement. En willen vast wel wat water bij de wijn doen. Hoeveel? Nou, dat is lastig. Is er zoiets als een getal met een bijzondere symboliek in Amsterdam? Ja, verrek. getal 14. Dus 52% min 14% is 45 miljoen euro. Nou, vervolgens verkoop je Jorro Hato. Volgens de totaal dubieuze site transfermarkt.nl is die 22 miljoen euro waard. Nou, jammer van talent, maar het is voor de goede zaak. Dus blijft over 45% min 22 is 23 miljoen euro. En dan tot slot. Kijken we naar de financiële reserves van Ajax. Die zijn kerngezond. Ajax heeft een eigen vermogen van meer dan 230 miljoen euro. Maar goed, dat geld zit voor het overgrote deel vast. Veel cash ligt er niet op de plank door het missen van de Champions League en het uitgeschakeld worden in de Europa League. En zelfs een troostprijsje in de Conference League zat er echt niet in van Ajax. Maar hoe dan ook, als ze echt willen, kunnen ze in Amsterdam wel aan geld komen. Ajax heeft naar eigen zeggen nog tussen de 100 en de 200 miljoen euro van andere clubs te goed uit eerdere transferdeals die in termijnen worden afbetaald. Als ze willen, kunnen ze die vorderingen ook verpatsen aan een bank om het geld wat sneller in kast te krijgen. En de club heeft zelf ook nog 22 miljoen euro aan beleggingen die het te gelden kan maken. Nou ja, daar ben je er eigenlijk al zo wat. Conclusie. Met een beetje liefde van de fans, Joel Hato en een greep uit de kas is Ajax van de verguisde beursnotering af. Maar ja, wat levert dat uiteindelijk op? Nou, Nu wordt het pijnlijk. Eigenlijk helemaal niets. Ja, omdat Ajax beursgenoteerd is, moet het zich aan regels houden. En dat is geen luxe, want in het verleden ging het op dat terrein ook nog wel eens mis. Dus dat die regels er zijn en dat Ajax zich daaraan moet houden, is eigenlijk alleen maar goed. Is er dan geen betere optie dan een dure beursexit? Jawel, houd je gewoon aan de beursregels. Zo moeilijk zijn ze niet. En om bestuurders een handje te helpen, is dit misschien een idee. Een compliance cursus. Kost, houd je vast, 758 euro per persoon. Voor het voortallig bestuur ben je dan voor dik 3000 euro al klaar. Nou, neem het zeker voor het onzekere. Laat ook de Raad van Commissarissen een cursus doen. En dan komt er nog eens zo'n 4548 euro bij. Een stuk verdeliger dan de beurs exit. En je krijgt er ook nog eens een noise cancelling headphone bij. Handig tegen de streamende fluitconcerten.